Nou, hier begint het allemaal. Ze staan er al te popelen om te vertrekken. De ploegrijders, de 60 riders. Nee. Dat is helemaal erg natuurlijk. Hè? Veel meer dan 50 anderen. Nog meer? Ik denk zeker 150 anderen. Ja. Je moet er voor jezelf zorgen. Dat is jouw
dat komt uiteraard toch wel. Dat hebben jullie alles opgenomen? Ja. Ja? Dat is hartstikke gaaf, vanaf het begin tot het eind. Ja. En wat, waar staat het nu op? Op wat voor camera? Ja, ik weet het niet, helmcamera. Ja, ja, dat is gaaf, jongen. Dan kan je dat koppelen aan mijn... Ja, mooi. En nog pech gehad, jongens? Of niks, niks. Nee? Oh ja. Voor de eerste keer meedoen? Nee, over de zesde keer of zo. Zesde keer. En uit Den Haag, of niet? Nee, van de kinderen. Wassenaar. Wassenaar, zo. Hoe lang doe je al mee met de vroegheden? Ja, vier. Ja, vier. Ja. Ah, ja. En ook uit Den Haag of? Westland. Westland, ja. Ah, ja. Ik was een beetje aan het spelen, maar stuur ik dan mee. Dus, Is het nog wel een poeg? Is het nog wel een poeg? Nou, het is een beetje een Thomas poeg, want veel mechanische dingen eigenlijk die zijn van een buitenbordmotor. Thomas. En de voorsprong is ook Thomas, dus het is een halve Thomas poeg. Ja, ja. Maar ik ben meer een poegman, dus daarom staat de poeg op de tank. Ja, ja. Dus zo doen. Het is voor de eerste keer als je meedoet? Ja, het is de eerste keer. Ja, ja. Ja, het is voor mij een eind weg, hè. Waar kom je vandaan dan? Ik kom uit Overijssel. Ook de volgende keer ook weer meedoen, of niet? Ja, 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 ik denk het wel. Ik vind het een hartstikke leuke meeting. Ik heb nog nooit zoveel poegjes bij elkaar gezien. Dat is inderdaad waar, ja. Ja, inderdaad. En van allerlei variaties, hè. Van een rachtbak tot een prachtig gerestaureerde. En alles wat ertussen zit. Maar hoe komt het dat je fan bent van poeg? Je ziet er niet echt uit die tijd. Nee, dat klopt. Ik weet het zelf ook eigenlijk niet echt. Een vriend van mij die reden al te krijgen. En... Heb ik ook wel krijtelen gehad zelf. Ja. Maar ja, ik vond poeg eigenlijk bronkjes waar je het meeste creatieve mee kan doen. Want je kan er grote tanks op zetten en kleine eitankjes dus die er standaard op zitten. Maar ook met sturen kan je heel veel doen. Ja. En met een blok ook, dan kan je makkelijk veranderen en andere spullen erop zetten. En dat soort dingen, dus dat trekt mij wel aan. Je bent gewoon echt een fan geworden. Ja, ja, tuurlijk. Ik heb er wel meer, dus... Volgend jaar een andere, op een andere manier. Nou ja, dat weet ik niet. Ik vind het ook wel zonde om met een. Ik heb een tamelijk netjes spul. Ja. Behoorlijk wel goed. Oh, je wilt ze heel mooi houden. Ja, kijk, en ik rijd er nooit op. Kijk, en dit is er echt één om mee te rijden. Ja, ja. Ja. Zo doen. Mensen, kijken. Waar ga je dan weg? Ja, je mag de politie erin. Dat is mijn ploeg. Dan zet ik hem zelf op. Dit is voor mij de eerste keer. De eerste keer en nog niet de laatste. Waarschijnlijk niet, nee. Leuk? Ja, hij is heel leuk. Ja. Voor mij is het de vierde keer. Vierde keer. Dus je blijft meedoen. Ja, natuurlijk. Ja. Maar hij heeft ook een poef. Ik heb hem geleend van zijn vrouw. Oh, ja, een echte poefstem. Ja, ja. Op de 60. Ja. Ja? X60. Ja, ja. Leuk. Ja. En zelf opgeknapt, neem ik aan. Is deze. Oh ja. Mooi, ja. En deze is en die ook. Ja. Ja. Nou, die ziet er ook heel mooi uit. Ja, zeker. Ah.